We zijn in Den Helder bij Meindert's Kitchen. Hij doet meer dan pannenkoeken bakken, want komend seizoen is hij weer actief voor Donar. In gesprek met Meindert van Veen. Meindert van Veen, ja, we zagen het net al. Je staat weer pannenkoeken te bakken hier in de Sporthal Sportlaan in Den Helder. Leuk dat je even tijd hebt voor ons. Wat doe jij hier precies? Samen met iemand anders pacht ik een kantine. En in de coronatijd heb ik Meindert's Kitchen opgezet. Dus dat is pannenkoeken bakken, tongetjes, schnitzels en bezorgen. En in deze sporthal speelt Den Helder Suns een thuiswedstrijd, hè? Ja, hier speelt Den Helder Suns en ook de dames. Het is de oudste sporthal van Nederland, hè? Dus al vanaf 1965 loop ik hier rond. Ongelooflijk, zeg. Hoe oud ben je ondertussen? Ik word dit jaar 72. En hoe is het met je? Nieuwe kuur en de boel is aardig onder controle en ik voel me goed. Je kan gewoon je ding doen? Ja, iets minder energie, maar heeft misschien ook met leeftijd te maken. Ja, maar 72 dan, met alle respect hoor. Keurig. Ja. Leuk. Hey, jij was al actief voor Donar in de jaren 17, 18, 18, 19 en 1920 samen met Erik Braal. Als we even terugkijken naar die periode, hoe heb je dat ervaren? Geweldig. Ik kon Erik natuurlijk al lang. Hij was bij mij assistentcoach van het Nederlands Dames Team. In het begin kan je wat wedstrijden analyseren. Nou, en de samenwerking blijkt zo goed te zijn en te klikken. En in Groningen kunnen en mogen coachen, dat is natuurlijk ook wel iets waard. Ja, leuk. En afgelopen jaar bijvoorbeeld, wat heb je dan gedaan op basketbalgebied? In het begin van het seizoen wat Europese wedstrijden voor Erik bekeken. Tijdens het seizoen heb je wat contact. Voor Den Bosch? Voor Den Bosch, ja. En hier spelen de dames, die zijn voor de tweede keer landskampioen geworden. Dus die heb ik ook geholpen. En heb je dan wel het gevoel van, ik mis wat als je er niet zo heel dichtbij zit, zo dicht erbovenop zit? Nee, dat hadden al heel veel mensen gevraagd en zo. En ik miste dat niet, totdat het bestuur bij me langskwam of ik iets wilde doen. Het bestuur van Donar? Ja. Wat ga jij doen voor Donar het komend seizoen? Het idee is een beetje een mentorschap, adviseur. Draco is nieuw, Matthew is nog een vrij jonge coach. Klankborden met ze, ja, ze proberen te helpen om zo goed mogelijk te functioneren. En toen die vraag kwam van het bestuur, hoe reageerde je daarop? In eerste instantie, toen ze belden van mogen we langskomen, had ik niet het idee dat het... Ja, ik was verbaasd, maar ook ja, het streelt je ego ook wel als je bent weggegaan terwijl je dat niet wilde. En als ze je dan terugvragen, ja, vind ik wel iets hebben. Ja, wou zeggen, maar dan kijk je ook natuurlijk naar de kwaliteiten van de man. Jij ademt basketbal, zou ik haast willen zeggen. Dus wat dat betreft wel de goede man op de goede plek. Ja, nou, ik ben de afgelopen periode weer wat meer naar Groningen toegegaan. Ja, en dan het publiek reageert altijd goed op me en zo. Dus ja, het is wel een warm bad als je dat zo voelt. Hoe je het, ook het bestuur, ook Matthew staat er heel erg voor open. Want dat was natuurlijk, je kan wel zeggen ik wil het. Maar het eerste was, moet ik een gesprek met Matthew doen om te kijken hoe hij erin zit. Ja, tuurlijk. Je bent natuurlijk al gesignaleerd, een paar wedstrijden in Martini Plaza. Hoe kijk jij dan naar zeker die laatste fase van Donar? Natuurlijk wel de Supercup gewonnen. Halve finale verloren van Den Bosch met 3-0. Daarna zo ver gekomen in die B-Next finale. Bijna gehaald zelfs. Tweede is geëindigd. Hoe kijk je daarna naar de resultaten? Ik vind eigenlijk toch een teleurstellend seizoen. Want ja, Donar moet minimaal in de finale staan. Heeft een enorm budget als je dat in Nederland bekijkt. En aan de andere kant, toen ze door Den Bosch uitgeschakeld waren, kansloos, hebben ze zich goed hersteld. En dan speel je toch tegen Belgische ploegen die toch wel wat meer budget hebben en weet ik veel. En dan opeens blijkt je wel weer te kunnen spelen tegen ze. Ja. En ik denk ook tegen Leiden dat er alle kans was dat je had kunnen winnen. Zeker na dat eerste helft dat Donar zo enorm ja, voorstond. In de eerste en 13 punten aan het begin van het vierde kwart dus. Ja, ongelooflijk. Dus ja, het is met gemengde gevoelens. Maar op dat moment ben je ook alweer aan het analyseren, aan het kijken. Wat doet de coach? Wat laat hij ze spelen? Hoe wisselt hij? Hoe grijpt hij in? Wat zegt hij tijdens timeouts? Ja, dan ben je alweer bezig met hoe je elkaar kan helpen. Ja. En over dat klankborden waar je het over had voor het nieuwe seizoen. Ik neem aan dat het begint niet pas in september. Dat begint nu al. Oftewel met de coach en met Drago kijken naar spelers bijvoorbeeld. Ja, we zijn nu afgelopen maandag ben ik de hele dag in Groningen geweest. Nou, dat is dan toch heel intensief. Daar zit je allerlei dingen te bepraten. Wie willen er blijven? Wie kunnen er blijven? Je moet Thomas vervangen, noem het allemaal maar op. Ja. Dus er moet gewoon een nieuwe ploeg komen. En we hebben een profiel een beetje opgericht. Of die was er al een beetje. Draco en Matthew hebben dat aangepast. Wat voor soort spelers willen we hebben? Nou, daar ga je naar op zoek. Ja.
Maar... En dan is het uren video kijken en ja, weet ik het wel, kijken en dan weer met elkaar praten. Het wordt een grote lijst bij schrappen en hopelijk blijft er een goede over. Ja, precies. Want wat dat betreft wordt het natuurlijk best een hete zomer, want eigenlijk was het alleen Lyon en Brandwijk. Dus die hele selectie moet nog wel echt samengesteld worden. Ja. Een aardige taak voor de mensen die daar achter de schermen mee bezig zijn. Ja, dus is voornamelijk moeten Draco en Matthew dat doen. Maar goed, die krijgt gisteren ook weer een naam van Draco door. Kan je er even naar kijken? Nou, dan ga je toch ook even kijken. Wat ze, ja, past het? Wie hebben we? Wat willen we? Kijk, belangrijk is toch om eerst die Nederlandse groep in orde te hebben. Want je moet 6 homegrown players hebben. Ja, dat was 5 toch? En dat gaat nu ja, naar 6? Je moet er 6 hebben. Okay. Dus dat is toch belangrijk om welke 6 dat worden. Wie. Ja, dus er stoppen toch belangrijke spelers in Nederland. Thomas Koenen stopt, Shane Hamming stopt, Wurtie de Jong stopt. Dan gaat dat allemaal maar vervangen. Ja, precies. Ja. Dus die Nederlandse spelers worden opeens heel belangrijk. Komend jaar, zien we jou dan ook elke dag, elke wedstrijd in Martini Plaza? Nee, dat denk ik niet, want we blijven hier ook gewoon werken. Matthew heeft het met het Nederlands team te maken, dus die is in het begin van het seizoen veel weg. Nou, op dat moment ga ik ook naar iedere training naar Groningen toe om de nieuwe assistentcoach te helpen. Ja, precies. Ja. Heb je er een beetje zin in, Meindert? Hartstikke veel zin. Ja, ja, dit is hartstikke leuk. Dat is toch mooi? En kijk, in het begin twijfelde ik een beetje, maar mijn vrouw zei ook, als je erover wil praten, je moet het gewoon doen. Je vindt het leuk. En, het zit in je bloed, hè? Hè? Het zit in je bloed. Ja, ja. Dus het is gewoon ja, een enorme uitdaging om het beter te doen. En ja, weer naar het niveau te gaan wat we hadden toen we de halve finale van de Europa Cup haalden. Toen waren we natuurlijk hartstikke goed. Ja, precies. We kijken naar uit om jou weer bezig te zien in Groningen, achter de schermen met Dona bezig zijn. Dus ik zou zeggen, Meindert, welkom terug. Zeker, daar ben ik ook blij mee.